Van harte welkom, dit is weer een nieuwe aflevering van het Koetshuis met een tweetal gasten. We praten zo dadelijk met Frank Groen, hij is de voorzitter van de PVDB, de Partij van de Burgers. En later in deze aflevering van het Koetshuis hebben we ook nog Marcel Melissen te gast, hij is wethouder hier in Tiel. Frank, van harte welkom. De PVDB, nu een jaar lang, hè, de verkiezingen zijn vorig jaar geweest, in het zadel met 4 zetels in de gemeenteraad van Tiel. Hoe gaat het? Ja, ik denk dat het goed gaat. Wij hebben natuurlijk een mooie overwinning behaald, van 1 naar 4. Dan loop je tegen bepaalde zaken aan waar je van tevoren eigenlijk geen rekening mee hebt gehouden. Welke zaken? Nou, mensen zijn natuurlijk, je komt met mensen in de raad die zeg maar voor het eerst als raadslid daar hun opwachting maken. Ja, dus je moet ook leren. Precies, dus kijk, iedereen moet ergens beginnen. En, ja, landelijke partijen die hebben een heel opleidingstraject. Ja, hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou, wij hebben natuurlijk een aantal mensen die ons daar bij helpen. Wat voor mensen zijn dat, zonder namen te noemen? Nou, mensen die toch wel politieke ervaring hebben en daar coaching is een zwaar woord, maar toch wel wat richtlijnen geven. En we houden natuurlijk de partij scherp aan de wind, om maar eens in zeiltermen te spreken, door met de fractie goede afstemming te hebben. De fractie die werkt heel goed samen met de mensen in het bestuur. Dus we hebben heel... De lijntjes zijn kort. Ja, dat is ook het voordeel van als je een kleine partij bent natuurlijk. Maar dat betekent ook dat iedereen heel betrokken en bevlogen is. Mensen hoeven niet zoveel aangestuurd te worden in die zin. Mm-hmm. Men is op tijd, men houdt zich aan afspraken en ja, dat gaat goed. Ja, die afstemming is eigenlijk heel erg goed. Je kunt inderdaad zien dat de mensen betrokken zijn, hè, die nu bij die Partij van de Burgers actief zijn. Ja. Dat jaar, dat is omgevlogen, de oppositie moet zichzelf allemaal nog een beetje vormen. Want de rest van de oppositie in Tiel houdt zich redelijk gedijst, behalve de PVDB. Bij sommige dossiers wel, sommige dossiers niet. Hoe komt dat? Is die samenwerking er wel of niet? Ja, nou ja, dat heeft denk ik ook te maken met dat een aantal andere partijen die mede de oppositie vormen, ook nieuw zijn. En het spelletje ook nog, die koudwatervrees, om het zo maar eens even te zeggen, dat geldt niet alleen bij de PvdB natuurlijk. Dat geldt ook voor een GroenLinks, waar een nieuwe dame in is gekomen, Sociaal Tiel. Is een nieuwe speler op het veld, op het politieke veld. En dus dat zijn ook mensen waarvan je met elkaar die afstemming moet vinden. Dat is niet altijd even makkelijk. En natuurlijk zijn er ook gewoon politieke keuzes waarbij een Sociaal Tiel bijvoorbeeld over bepaalde zaken anders denkt als de PvdB. Ja. En dat is gewoon zo. Nou, dat mag ook. Dat mag ook. De PvdB die staat voor openheid en transparantie. Ja. Dat roepen jullie hoog van de toren. Ja, nou ja, dat is een van onze speerpunten ook. Dus, ja, toch zijn er heel veel zaken op dit moment die in het Tielse spelen, die in beslotenheid worden besproken in het college en met de raad. Onlangs is Pieter van den Burg opgestapt met de drie overige kandidaten, of met de leden van de fractie. De raad. Ja. Hoe sta jij daar als voorzitter op een afstandjes? Hoe kijk je daar tegenaan? Uiteraard ondersteun ik de genomen actie, laat ik het zo even zeggen. Want... Ja, het heeft voor zijn tekens natuurlijk. Op het moment dat het loopt, weet je niet meer van hoed in de rand. Nee, maar dat is natuurlijk all in the game, laat ik het zomaar even zeggen. Want wat natuurlijk, laten we wel zijn, als het gaat over mensen, over privacy en het gaat over financiële aspecten waarbij belangen in het spel zijn die het maatschappelijk doel kunnen schaden, dan is dat wat anders. Maar, dat is logisch, hè? Precies. Ja. En wat ik ervan begrepen heb, ik was er zelf bij die avond en vooraf natuurlijk ook overleg gehad met de fractie van
hoe of wat. Niet dat het bestuur daar nou zo'n dwingende rol in heeft, helemaal niet. Want die fractie maakt daar een eigen afweging in. En mm-hmm. het is in het presidium ook besproken, maar het is natuurlijk wel zo. Ja, maar Van den Burg zei ook besproken in die zin, want het is medegedeeld. Ja, het is medegedeeld. En kijk, laten we wel zijn, de raad besluit uiteindelijk. Dus de fractievoorzitters die maken mm-hmm. in het presidium natuurlijk de agenda. Maar voor uiteindelijk gaat de raad er natuurlijk over. En, ja, in zijn openbaarheid. In zijn openbaarheid. En kijk, als je altijd, of bij heel veel dingen waarvan je echt vindt van, nou jongens, is dit nu iets wat in beslotenheid zou moeten besproken moeten worden? Ja, dan kun je je afvragen, wat is dan de rol van zo'n oppositie nog? Je wordt als oppositie natuurlijk dan ook min of meer buitenspel gezet. Althans, zo komt het op ons over. Mm-hmm. En dan hebben we op een gegeven moment toch ook iets dat je denkt bij jezelf van, hoe kun je daar dan je stem in laten gelden? En wat natuurlijk belangrijk is, als je als politieke partij voorstaat, transparantie, helderheid naar de burgers toe, communiceren vanuit de politiek dichter bij de mensen brengen, ja, dan vind ik dat je dat niet te pas en te onpas, want ze komt er nu een beetje over, in beslotenheid moet gaan doen. Als je kijkt de afgelopen jaar, vanaf dat we met 4 zetels in de raad zitten, welke problemen er al besproken zijn, en dan problemen tussen aanhalingstekens, besproken zijn in beslotenheid. Ja, dan heb je, als je daarop terugkijkt, wel af en toe je vraagtekens bij, had dat wel gemoeten zo? Ja, kwade tongen zeggen PVDB, logisch dat men wegloopt. Het is puur voor de bühne. Nou, dat is dus niet zo, want we hebben volgens mij afgelopen jaar duidelijk laten zien, de fractie heeft duidelijk laten zien, dat ze op heel veel dossiers kritisch zijn. Maar wel opbouwend. Mm-hmm. En wij willen ook een constructieve partij zijn. Wij willen niet alleen maar oppositie voeren om het oppositie voeren. Wij willen een partij zijn die duidelijk is naar zijn kiezers. Ja. En maar ook het burger verdient ook politiek die helder en transparant is. Dat men weet waar het over gaat. En dat men weet waar het over gaat. Kijk, en als de VVD, ik noem maar wat, of het CDA, D66, met een goed argument komt en die weet ons daarin te triggeren, nou, dan zijn wij ook niet zo van, nou, dan wij zijn oppositie, dus we zijn bijvoorbeeld al tegen. Ja, absoluut nou, niet. Door weg te lopen zijn ook wij van de pers, StadsTV ook, ja. Heel erg benieuwd waar het om gaat. Want het gaat dus, dat is ook gezegd, het gaat niet om personen, het gaat niet om financiën. En Rolf van Hoethoe van ProTiel liet ook nog vooral van, nou, als het nu bekend zou zijn, dan zou dat best wel wat in de Tielse samenleving teweeg brengen. Ja. Nou, daarmee zorg je wel dat het op de kaart staat. In die zin... In feite, wat kijk natuurlijk, ik kan er niks over zeggen, want ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest en ik zit niet in de raad. Maar en al zou je het weten, kun je het niet zeggen. Dan kan ik het nog niet zeggen. Precies. Maar wat wel eigenlijk bereikt wordt, is nu dat mensen zelf hun verhaal kan maken. Ja. En dat creëer je natuurlijk ook door deze beslotenheid te pas en te onpas te gaan gebruiken. En dan gaan mensen zelf verhalen maken. Ja, waarom en dan, is er voor deze strategie gekozen, denk je? Ja, dan ga ik op dezelfde manier aan de slag als persoon. Ik denk dat het... Is dat om draagvlak te creëren? Ja, dat denk ik wel. En kijk, politiek is natuurlijk iets, dat is soms van dingen in de week leggen. Soms is dingen, dat moet eventjes duren. Hè? Net als goede wijn moet dat rijpen. En daar heeft soms een college een doel mee. Maar dat zijn dingen, dan kijk ik er puur vanuit mijn eigen visie naar. En denk ik van ja, natuurlijk heeft dat, ergens moet dat vandaan komen. Ja. Ik bedoel, als het verder allemaal zo makkelijk was, dan had je het ook gewoon in de raad kunnen bespreken. En maar goed, nogmaals, ik weet het niet. Dus is het voor mij ook gissen. En ik wil me ook niet op dezelfde toer gaan begeven. En zeggen van nou, dan gaan we een broodje aap verhalen de wereld in. Dat gaan we niet doen. Begrijp ik. Maar goed, het zal binnenkort naar buiten komen. Hebben andere partijen ook aangegeven. Ja. Dus daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd. Je hebt daar een rood boekje liggen. Ja. Is dat een soort boek van Sinterklaas? Nee. Ik hoef jou niet uit te leggen dat ik daar natuurlijk... Ik heb een sociaal-democratisch hart. Dat blijft. Gewoon, dat blijft er ook in zitten. Mm-hmm. En dat rode boekje stond toevallig vooraan. En ik bedoel, voor hetzelfde geld had er een blauw boekje in het schap gelegen. Maar ik heb dat boekje nou eenmaal mee. En het heeft niks met het rode boekje vroeger van Mao te maken. Okay. Helemaal niet.
Maar ik maak daar altijd mijn aantekening in, bij fractievergadering, bestuursvergadering, okay, etc. PVDB, ja, gaat goed. Ja. Met de partij zelf. Ja. Bestuurlijk ook gewoon, ja, wat ik uit jouw woorden filter, ja, prima. Ja. En jullie blijven ageren tegen, ja, zoals het nu loopt, links en rechts, waar dat nodig is. Ja, ageren vind ik een beetje een negatieve klank hebben. Maar dan geef je er een ander woord aan. Nou ja, wij blijven... Ik ben een beetje een watersport iemand. Wij zeilen scherp aan de wind. En als je scherp aan de wind zeilt, dan hang je soms heel erg scheef. En dan vallen er soms ook wel eens mensen uit de boot. Nou, de fractievoorzitter van de PVDB, die heeft het bij tijd en wijle over Kremlin aan de Waal. En daar moeten we voor oppassen dat die dat niet wordt. Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk, zijn dat uitspraken die zijn voor zijn rekening. Tuurlijk. Maar zegt dat niet voor niks, hè? Nee, maar dus ik steun hem daar ook wel in, want het moet natuurlijk niet zo zijn dat politiek, waar mensen dus allemaal de mond van vol hebben, en zeker in Den Haag, waar bepaalde zaken af en toe, dat je denkt van, hoe kom je erbij, kom eens onder die steen uit, of waar heb je al die tijd gezeten? Dat is gelukkig hier in Tiel niet aan de orde, maar we moeten wel oppassen met z'n allen, met 27 raadsleden, dat ook niet gaat gebeuren. Want af en toe dan bekruip je wel eens het gevoel van alles wordt al in kamertjes en... Nou, en daarom is het mooi dat er een PVDB in Tiel is. Ja. En we gaan Frank Groen, ja, en Consotten daar zeker nog succes bij wensen. Ja. En we blijven je kritisch volgen. Ja, dankjewel. De volgende gast in het koetshuis is de wethouder van Tiel als het gaat om onder andere cultuur. Maar houdt zich ook nog met heel veel andere zaken bezig. Marcel Melissen, welkom. De A15, er is succes geboekt. Er gebeurt iets. Nou precies. Ja, even kort samengevat, die weg die slipt eigenlijk vol. Hè? Ja, daar met alle gevolgen van die. Zowel economisch, maar ook natuurlijk als het gaat om veiligheid. Ja, dat zijn inderdaad twee problemen. Veiligheid en doorstroming. En... waar, dat hebben wij natuurlijk al jarenlang, roepen wij om maatregelen. En nou goed, al een tijdje zit in de pijplijn dat er borden zouden komen. Nou, een hele discussie is er nou een matrixbord of een file detectiesysteem. Er is nog steeds verwarring over. Maar wat nu gebeurt is dat we een file waarschuwingssysteem krijgen. En het houdt dus in dat er ergens een file is dat je dat door middel van een waarschuwingssignaal op een bord te zien krijgt. Dus heel wat anders dan een matrixbord. Want er staat op 50 kilometer rijden, let op, file. En dat is nogal een verschil. Dat komt er dus niet? Dat komt er dus niet. Wat komt er dan wel precies? Leg het nog eens een keer goed uit. Ja, dat zijn dus dat is een systeem, ja, waarop staat dat er file is. Dus als er geen file is, is die uit. En is er wel file, dan gaat die aan. Okay. En een matrixbord, daar kun je veel flexibele informatie verstrekken. Ja, precies. Rij hier 50, rij daar 70, let op. En daar was toch sprake van dat er matrixborden zouden komen? Dat klopt. Maar dat gaat dus niet door? Nee, dat gaat niet door. Nee. Dat is ook weer nieuws. Nou ja, nou, dat die borden niet doorgaan is nieuws. Maar eigenlijk was dat al zo. Mm-hmm. Alleen de verwarring om die borden is vrij groot. En dat merk ik constant. En voor de rest is natuurlijk ook het inhaalverbod geëffectueerd. Met andere woorden, de vrachtauto's mogen alleen rechts rijden en mogen niet inhalen. En dat was eerst tussen een bepaalde tijd en op korte stroken. En nu is dat een vrij lange strook. En dat zouden nu de maatregelen moeten zijn. En daarnaast heeft het Rijkswaterstaat aangegeven dat ze ook de op- en afritten willen verlengen van de A15. En dat zou ook wel helpen. Nou is natuurlijk de vraag, helpt dat onze regio? Helpt dat Tiel? Helpt dat een regio Rivierenland? Helpt dat? Ja, wij zijn dus van mening dat dat niet helpt. Nee, de uiteindelijke oplossing is natuurlijk meer asfalt, oftewel 3 baans. Nou, dat is zeker wat betreft ons insteek. Daar moet je naartoe met z'n allen. Want dit helpt natuurlijk wel. Het is natuurlijk flauw om te zeggen dat het niet zou helpen, want het helpt echt wel. Het helpt alleen niet voor alles. Want vertellen dat er een file is, is prima, maar we willen eigenlijk geen file. Ja. Dus ga je voor een oplossing waar je minder files door krijgt. En waardoor je ook kunt anticiperen op de economische ontwikkelingen die gaan komen. Plus alle verwachtingen dat het verkeer op de A15 fors zal toenemen. Plus de wetenschap dat de boot en de trein, dat de stijging van noem ik maar de capaciteit, niet kunnen opvangen.
En de conclusie is dus heel eenvoudig. Er komen steeds meer vrachtauto's en dus ook gewoon auto's op die A15. Dus verbreden is gewoon noodzakelijk. Ja, en nog steeds niet duidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. Maar er zijn wat dat betreft ook wel ontwikkelingen. Want het probleem staat op de kaart in Den Haag. En Rijkswaterstaat moet het aan gaan betalen. Ja. Maar wanneer dat er precies gaat plaatsvinden, dat is nog niet duidelijk. Hè? Er moeten nog keuzes gemaakt worden waar ook het Rijk belangrijk in is. Ik bedoel de provincie. Ja, de provincie, maar ik denk dat we eerlijk gezegd als eerste moeten kijken naar het Rijk. De provincie heeft ook een rol in, uiteraard. Die vindt dit ook allemaal belangrijk en zet zich daar ook voor in. Wat dat betreft zitten we natuurlijk al goed, als we dat zo even mogelijk bekijken. Hè. Een van de gedeputeerden die hiermee belast is, dat is Connie van der Biezen, ook VVD. Is hier ook geweest toen de minister hier geweest is. Oftewel, er zit schot in de zaak. Even terug, je bent hier wethouder in Tiel, maar in welke rol zit jij nu hier aan tafel? Nou, ik ben ook voorzitter van de stuurgroep A15 van regio Vierland. En dat is een stuurgroep die is eigenlijk vrij recentelijk opgericht. En die is ontstaan omdat we uit Tiel hebben aangegeven, jongens, we moeten de lobby, die was er al, maar die vonden we niet stevig genoeg. Nee, dat was versplinterd. Hè? Ik Precies. Dus ben eens bij een bijeenkomst geweest en dat bleek uit dat er allerlei onderzoeken al bij lagen en ideeën en dat er zaken ontwikkeld werden. Alleen het was niet gecentreerd. Nee, klopt. Dus we hebben met elkaar afgesproken, laten we nou vanuit de regio, want je moet toch samen elkaar doen. Ja. Laten we nou eens samen dat probleem eens oppakken en laten we gaan werken aan coalitievorming vanaf de haven van Rotterdam tot aan Duitsland. Het bedrijfsleven bij betrekken zoals VNO en dergelijke, maar misschien ook de ANWB. Daar moeten we allemaal nog even over nadenken. En daar hebben we een plan voor gemaakt. En ik noem het dan maar even een actieplan. Waarin je met elkaar afspreekt hoe je gericht gaat lobbyen. En daar heb je voor nodig een duidelijke probleemstelling. Nou ja, dat lijkt eenvoudig, hè. A15 slip vol veiligheid doorstroming. Maar als je daarmee naar de minister gaat, dan zegt ze, ja, oké. Dat weet ik, want dat roept iedereen. Hè? Precies. Dus je moet dat onderbouwen met allerlei feiten. Nou, er zijn inderdaad al genoeg onderzoeken geweest, maar we moeten nog veel meer onderzoeken. En dat is namelijk de gevolgen die we verwachten van de toenemende capaciteit. Die moet je eigenlijk scherp in beeld hebben. Nou, daar hebben we inmiddels ook een opdracht voor gegeven. Dus in juni ongeveer worden de bureaus geselecteerd om dat onderzoek te gaan doen. En op het moment dat we dan de resultaten van dat onderzoek hebben, ja, dan kun je echt met elkaar afspreken van, oké, dit is het plaatje. Ja. Wat voor soort acties ga je daarop richten? Wie zet je daarvoor in? En welke coalities ga je smeden? Ja, meten is weten. Meten is weten, dat klopt. Je kunt ook eigenlijk alleen maar vanuit de feiten redeneren. Want dat doet het Rijk ook. Rijkswaterstaat zegt gewoon op dit moment, nou, deze weg is normaal. Niks aan de hand. Als we de parameters bekijken, dan is het niet erger als in de rest van Oost-Nederland. Ja, maar goed, daar heb ik even niks aan, want ik weet niet of de rest van Oost-Nederland dezelfde stijging van capaciteit zal krijgen als wij. Precies. En dat is onze taak van regio Rivierengebied, Rivierenland bedoel ik, om te zorgen dat wij een goed verhaal hebben met feiten, om duidelijk te maken, minister, we hebben een probleem. Ja, dat is ook van het grootste belang, hè? Gelet ook bijvoorbeeld op de logistieke hotspot waar we op inzetten. Ja. Dat gaat goed. Maar het moet niet zo zijn dat die wegen dicht slippen. Nee, het zou toch heel jammer zijn dat als logistieke hotspot nu op nummer 5 staat en dat we dan over volgend jaar een lijstje krijgen, dan zijn we nummer 9, omdat we de A15 problematiek hebben. Ja. Dat kan gewoon niet. Dus we kunnen ook niet stilzitten en we kunnen ook niet achteroverleunen. We moeten aan de slag. Daarom ben ik ook blij dat de VVD Tiel in staat is geweest om de minister hier naartoe te halen. Gewoon even letterlijk op die A15 te kijken. Ja, ik heb ook de kans gekregen om daar de problemen uit te leggen. En dat helpt wel. Het helpt wel, want we staan nu wel wat meer op de kaart. En dat is ook lobbyen. Het zijn kleine stapjes die je zet met elkaar. Maar uiteindelijk wordt het een grote puzzel om het resultaat te halen. Op dit moment staat de aanpak van de A15 nog steeds voor 2028. Zou dat zomaar met 8 jaar verspoediger kunnen worden? Nou, ik denk dat we zelf... Waar zit de regio Rivierenland op in? Ik denk dat we eerst even anders moeten formuleren waar we precies staan. 2028 is een belangrijk getal. Want tot 2028 zat de A15 niet op het lijstje. Nee. Na 2028 komt er een nieuw lijstje. En we weten nog niet of we dan op dat lijstje staan. Ook nog eens. Nee. Dus waar wij ons in ieder geval op richten is, zorg dat je op dat lijstje komt van na 2028. En laten we proberen er nog voor op te komen. Ja, duidelijk. Dus dat is wel ontzettend belangrijk. Dus als we als regio niks zouden doen,
Dan is nog maar de vraag of we überhaupt ook naar 2028 op het lijstje zouden staan. Nou, de winst van praten over zo'n A15 met elkaar is dat we het ook inderdaad met elkaar doen. Ja. Klopt dat ook? Dat klopt ook. Want als je laten we zeggen, alle gemeentes langs de A15, maar ook het bedrijfsleven, ook de vervoersbedrijven, dus iedereen die belang heeft bij een doorstroming en een veilige A15, als die samen hetzelfde zeggen en ook samen achter oplossingen staan, ja, dan heb je ook een sterk verhaal naar de Rijksoverheid. Ja, helder. Even terug naar de huidige politiek. In de afgelopen raadsvergadering is de PVDB opgestapt. Wat vind jij daarvan als wethouder? Ik ga niet over wat een fractie wel of niet doet. Dat vind ik aan de PVDB zelf. Mm-hmm. Maar je hebt er vast wel een mening over. Nou ja, ik denk dat het dan verstandig zou zijn om ook even uit te leggen waarom ze opgestapt zijn. Mm-hmm. De PvdB die heeft aangegeven dat ze moeite hebben met het aantal besloten vergaderingen wat heeft plaatsgevonden. En hadden ook moeite met het feit dat op die avond ook een besloten vergadering zou plaatsvinden. Ja, en dat nou zij dat vinden zich, dat. Op zich misschien kan dat gebeuren. Hè? Dat gaat om cijfers, ja. En om mensen. Ik bedoel om financiën. Ja. Maar men gaf aan dat het dat beide niet in vragen waren. Ja, dat weet ik dus niet. Het ging niet om financiën, nee, dat heeft Van den Burg gezegd. Ja, maar het ging niet over financiën en het ging ook niet over personen. Nou, maar goed, ik ga niet over de woorden van meneer Van den Burg. Nee, oké. Nee, dus daar ga ik ook niks over zeggen. Waar het mij om gaat is dat het voor mij volstrekt helder is dat je bij diverse onderwerpen mm-hmm. een besloten vergadering hebt. En ik wil het ook wel even uitleggen. Ja. Stel, wij zitten samen in een onderhandelingsteam en wij willen een huis kopen. En wij willen voor onszelf een strategie gaan bepalen van doen we 150.000 euro bieden of 150.000 en doen we een auto bij of geen auto bij. Ja. Dat zouden we samen willen bespreken. Mm-hmm. De verkopende partij die heeft ook een strategie en dat is die ook aan het bespreken. Daar weten wij niks van. Nee. Dat is namelijk onderhandelen. Ja, klopt. Ja. Als je dan voorkennis hebt. Dan nou, daar wil ik even doorgaan, want stel je voor dat dan die partij, laat maar zeggen een projectontwikkelaar, wel achter de gesloten deuren kan onderhandelen. En we zouden in Nederland een situatie creëren dat de gemeenteraad en het college altijd openbaar met elkaar moet afstemmen van is dit onderhandelingsruimte college? Dan hoeft zo'n ontwikkelaar alleen maar op de tribune te zitten om te begrijpen waar hij zijn geld kan verdienen. En heeft hij kennis. En daarmee tasten wij de belangen van de Tielse belastingbetaler ernstig aan. Dus je moet soms echt achter gesloten deuren praten om als raad en als college helder te hebben. Dit is het probleem, dit is onderhandelingsruimte en daar gaan we mee op pad. En dat is logisch. Dat is logisch. Dat geldt ook als het gaat om personen, dus individuele mensen. Ja. Die kun je beschadigen. Maar het curieuze in dit verhaal was, en dat werd ook bevestigd door bijvoorbeeld Rolf van Manhoeten van ProTiel, dat het in deze niet ging om financiën en ook niet over personen. Nou, wat dan wel? Ja, maar kijk, op het moment dat ik ga praten over een inhoud van een besloten vergadering, dan ben ik iets raars aan het doen. Ja, dat mag niet. Dat doe ik dus niet. Nee, maar het werkt wel, zeg maar, er moet wel iets heel groot zijn als je opstapt als partij zijnde. Anders hadden we het er nu nog eens over gehad. Nou, het is maar hoe het bekijkt. Je kunt ook zeggen van de partij had ook eerst even kunnen luisteren waar het precies over ging. Mm-hmm. En vervolgens dan op kunnen stappen. Dat was ook een keuze geweest. Dat is populisme. Dat zeg ik niet. Zij hebben hun eigen afweging gemaakt en wat zij wel of niet, hoe zij daarop zouden reageren. Ik heb daar verder geen mening over. Geen mening over? Nee. Maar gaat het wel binnenkort naar buiten komen? Wat? Nou, waarom Van den Burg en zijn partij is opgestapt? Ja, kijk, waarom meneer Van den Burg en zijn partij is opgestapt? Ik ben er zelf heel erg nieuwsgierig om. Ja, maar dat is toch niet aan mij om dat uit te leggen? Dat is dan toch aan de PvdB om dat uit te leggen? Nou, en op een moment gaat die beslotenheid, wordt het opgegeven. Ja, en als die beslotenheid de vraag is, gaat dat gebeuren of niet? En als die beslotenheid eraf gaat, dan gaan we het er gewoon met z'n allen over hebben. Ja, en waarom is er dan voor gekozen zonder op de inhoud te gaan? Omdat in eerste instantie wel besloten te doen. Ja, om de juiste afwegingen te maken? Of hoe moet ik dat zien? Dat lijkt mij wel. Kijk, je doet dit soort vergaderingen niet zomaar. Nee, precies. We hebben natuurlijk, uitgangspunt blijft transparantie. En iedereen zal begrijpen dat niet alle onderwerpen zomaar in het openbaar besproken kunnen worden. Nee, maar je kan net aan met het voorstel of met het voorbeeld van de centjes. Nou, dat is compleet logisch. Ja, nee, maar kijk, nogmaals. De procedure is feitelijk zo. Mm-hmm. Dat
dat je eerst met elkaar besluit of het dan wel of niet openbaar zou zijn. Ja. En dan... Dat was gebeurd in het presidium. Ja, dat besloten en, dat dat... Ja, en daar is gezegd dat dat kon. Ja, Van den Burg zei van, nou, dat is een mededeling geweest. Ja, dat kan ik ook niet beoordelen, want ik was niet bij het presidium. Dat het enige wat ik erover kan zeggen is dat... op het moment dat meneer Van den Burg stelt, want dat heeft hij gedaan, dat het presidium geen besluiten neemt, dan heeft hij daar gelijk in. Ja. Besluiten... Maar het is natuurlijk wel zo... Dat in de andere, plaats in de raad. Andere, ja, maar goed, maar wat het presidium wel kan doen, is namelijk een agenda vaststellen. Ja. Dat is namelijk de taak van het presidium. En dat uiteindelijk komen ze met die agenda en dan komt de agenda komt dan in een vergadering en daar kun je dan ook nog met elkaar over discussiëren. Dat heeft meneer Van den Burg gedaan. Ja. Heeft hij ze volste recht toe. Dus daar hoor je mij verder ook niet over. Het enige waarvan ik zou zeggen is, ja, het zou misschien verstandig geweest zijn om eerst even te luisteren. Waar zou het over gaan en hoe belangrijk is dat voor een fractie? Mm-hmm. En dan als fractie de afweging maken, ik stap op of niet. Ja. Daar hebben ze niet voor gekozen. Ze hebben gekozen om in de openbaarheid te zeggen dat ze dat niet wilden doen. Nou, dat is aan hen. Nou, goed. Ja. Zal dan uiteindelijk wel naar buiten komen het hoe, wat en waarom. Marcel, je bent nu zo'n beetje een jaar lang wethouder. Hoe bevalt het? Ja, prima. Moest natuurlijk even wennen eigenlijk. Mm-hmm. Ik heb sowieso moest ik leren wat geduld krijgen, zeg maar. Is dat gelukt inmiddels? Het gaat beter. Gaat beter. Desalniettemin denk ik toch dat ik in een jaar tijd dat we toch aardig wat dingen hebben gedaan. Ik wil even wat, zoals de hele Binnenhoek bijvoorbeeld. Ja, er zijn genoeg dingen al zichtbaar. Ja, die staten binnen budgetten, daar ben ik heel blij om. En we hebben het zelfs zo gedaan ook dat we nog nadat de weg er was ook nog wat correcties hebben aangebracht. Mm-hmm. Omdat mensen ons daarover geïnformeerd hadden. Omdat we zelf ook wel zagen dat er niet alles klopte. En dat we dat toch nog binnen budget hebben kunnen doen. Ik heb de verbouwing van Achniethof kunnen afronden. Enorm belangrijk, zwaar pakket was de jeugdzorg. Ja. Op tijd klaar krijgen. Ook goed gegaan. Dat is ook goed gegaan. En je bent natuurlijk ook betrokken bij de WLP, de Westluider Support. En dat gaat ook voorspoedig. Nou, kijk, bij de Westluider Support is natuurlijk het hele college betrokken. Mm-hmm. Ik hou me niet zozeer bezig met de bouw en dergelijke. Even voor de helderheid. Nee. Waar ik me mee bezighoud zijn met degene die in de Westluider Support straks hun ding moeten doen. Precies. Oftewel, genoeg werk nog aan de winkel. Dus heel veel werk aan de winkel. Nou, gaan we je veel succes bewensen bij deze. Dank u wel. En graag tot de volgende keer. Ja, dank u wel. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn wij er volgende maand weer. Graag tot dan.